In Delfts Prinsenhof is voor de 17e keer de oude kunst- en antiekbeurs gehouden. En ook dit keer stonden de inzendingen van de Nederlandse antiquairs op een hoog pijl, zodat zowel kijkers als kopers er hun plezier aan konden beleven. Er was veel porselein en aardewerk aanwezig, zowel van Delftse als van Chinese herkomst. En de collecties van bijvoorbeeld Chinese borden tonen aan hoe belangrijk het voor de cultuur is dat er nog verzamelaars zijn die zoveel schoons voor vernietiging behoeden. Ook antieke zilveren gebruiksvoorwerpen als theepotten waren er in grote verscheidenheid te bewonderen. Zij tonen in dit plastic tijdperk de betekenis van het handwerk en het geduld bij maker en beschouwer. Deze verguld zilveren replica van een in Pompeji opgegraven voorwerp spreekt duidelijk van die kunstvaardigheid, evenals de rand van deze spiegel in hout, die buitengewoon rijk bewerkt is. Behalve glaswerk en juwelen waren er ook miniaturen op de beurs. En wat in een museum niet kan, was hier wel mogelijk. Men kon eens iets uit de vitrine laten halen om het nader te bekijken en om te overwegen het aan te kopen. Zoals dit miniatuur van Van Blarenberg uit de 18e eeuw of een miniatuur van Willem, de koning-stadhouder met koningin Mary. Uiteraard trok in Delft dit schilderij van de 17e eeuwer Egbert van der Poel de aandacht. De brand van Delft, die in deze stad na een kruitontploffing ontstond. De antiekbeurs bood een fascinerende blik op leven en prachtlievendheid van vroegere geslachten en op onvergankelijke cultuur.